In Dronten werd vrijdag 10 april rond 2:50 s'nachts brand ontdekt bij een zendmast aan de Guldendreef. Ruim een half uur ervoor zijn bij een tankstation zo'n 1,4 kilometer ervandaan twee mannen gefilmd waarvan de politie dringend wil weten wie het zijn. Bij de supertank aan het Gein staan ze hier een groene jerrycan vol te tanken. Om duidelijkheid te krijgen of ze een rol bij de brandstichting hebben, hopen we dat zij zichzelf melden of dat iemand kan vertellen wie dit kunnen zijn. Ook dus om eventueel te kunnen uitsluiten dat ze hier iets mee te maken hebben. Beide mannen hebben een lichte huidskleur en kort haar. Ze reden die nacht in een grijze of silver metallic Mercedes. Ook deze beelden staan vanaf nu op onze site en bel dus als u iets weet op 0800 60 70. En dan bijzondere beelden. Vorige week deden wij een getuigenoproep al rond de brandstichting bij twee zendmasten in Almere. Vorige week maandag. En achter deze heg staat zich een man te verstoppen die zeer vermoedelijk voor in ieder geval een van die branden verantwoordelijk is. Hij heeft vorige week maandag vanaf 8:30 krap een uur rondgehangen rond de sluiskraan in Almere. En kijk even wat er gebeurt als hij over het hek gaat klimmen. Blanke man, vermoedelijk in de 30, behoorlijk kaal. En dan gebeurt er dus dit. Niet lang na dit moment werd de brand bij de zendmast ontdekt. Nou hebben we vanavond niet alleen beelden van deze verdachte. Hier zien we hem nog een keertje. We zien ook zijn auto op het volgende plaatje. Het is vermoedelijk een Ford Fiesta MK5, bouwjaar tussen 2002 en 2008. Een grijze viersdeurs met een achterklep. En ook deze beelden staan dus van nu op opsporingverzocht.nl. U kunt heel makkelijk beelden delen met anderen. Als we al die brandbeelden snel verspreiden, dan moet het lukken om informatie over deze man binnen te krijgen.